maatschappelijke belang van mijn werk is eigenlijk dat ik de wereld geleend heb van mijn kinderen. En dat ik ze eigenlijk een mooier en betere wereld door middel van mijn werk eigenlijk wil meegeven. En daar hoop ik anderen mee in mijn werk eigenlijk en in wat ik doe en wie ik ben, daarmee anderen ook weer te inspireren. Uiteindelijk het doel is het afvalwater wat wij binnenkrijgen van de burger is eigenlijk weer terug te brengen op een acceptabele manier in onze leefomgeving. En daarmee dus eigenlijk nog een leefbare leefomgeving eigenlijk weten te houden. Als de pompen en gemalen niet onderhouden worden, heb je kans dat het waterpeil zo ver stijgt dat de steden en de dorpen onder water lopen. We moeten dus zorgen dat de gemalen blijven draaien, zodat de waterstanden op peil blijven. Ook milieutechnisch en biodiversiteit is belangrijk. Nou, het is heel interessant om voor het waterschap te werken, omdat het een publieke organisatie is. Nou, wij zijn natuurlijk een van de schakels. En om zeg maar, die stip uiteindelijk te bereiken die aan de horizon ligt, hebben we zeg maar, een hele goede afstemming nodig met degene die de stip heeft bepaald. Maar natuurlijk ook zeg maar, met degene die ons op weg brengen naar die stip.